Nederland heeft een prachtig sportweekend achter de rug, maar we excelleerden misschien wel het meest tijdens het WK zeilen en windsurfen in Denemarken. Met 3 keer goud, 2 keer zilver, 1 keer brons steekt Nederland met kop en schouders boven de concurrentie uit. In het windsurfen waren Dorian van Rijsselbergen en Lilian de Geus oppermachtig bij de goud. Voor de Golden Boy van Texel is het inmiddels routine een medalrace varen in gewonnen positie. De Geus stond al aan de leiding, pakt vandaag een eerste plek. Hij deed het eerder al op de Spelen van Londen en nu tijdens het grote WK in Aarhus. En dan is haar voorsprong zo groot dat de wereldtitel haar niet meer kan ontgaan. Verder geen druk voor hem. De hele week heeft ze perfect gevaren. Dorian haalt zijn gouden plak op. Lilian de Geus steekt er met kop en schouders bovenuit. Goud, Dorian van Rijsselbergen. De eerste wereldkampioen surfen voor Nederland bij de vrouwen. Een fantastische gouden plak voor Lilian de Geus. En wij zitten hier bij mij aan tafel. Van harte gefeliciteerd. Nou, nog een goud. Goed hoor. Ja, een vraag voor jullie beiden. Ik zei het al, we waren oppermachtig. We zijn gewoon de beste van de wereld. Waar zit dat in, Lilian? Ja, ik denk dat we gewoon echt een heel sterk zeilteam hebben, überhaupt. 3 wereldkampioenen. Ja, Dor en ik bij het windsurfen. Ja, het is echt fantastisch. Wat denk jij, Dorian? Zit het in het water bij ons? Of? Het zit in het zout dat in de prachtige Noordzee rond. Drijft, maar daarbuiten is natuurlijk, we hebben onwijs goede steun vanuit NOC-NSF en het Watersportverbond. We hebben een prachtige trainingslocatie in Scheveningen waar we elke dag kunnen varen als we willen. Dus alle middelen om onze doelen te bereiken, die zijn er. En ja, daar plukten we nu de vruchten van. Nou, is het om we te kunnen zeggen, hè? Jij hebt ook gewonnen eigenlijk. Ja, nee, ik grijp alles aan om die oranje klomp weer op te doen. Ja, zeker. Daar kan het WK missen. Nee, zo is het ook. Vanaf de kant is het een beetje lastig te volgen soms. Want jullie zijn ver op zee en op een gegeven moment hebben jullie gewonnen. Ja. En voor beide, want er zijn een aantal races die eraan vooraf gaan. Hoeveel in totaal? We hebben dit keer 13 gevaren, toch? Ja. Okay. En eentje die heel slecht is, mag je afstrepen, dus ja, die telt dan niet mee. Inderdaad. En jullie hoorden beide, pardon, op een andere manier dat jullie goud hadden. Ja, jij mag beginnen. Ja, nee, ik vond het echt bijzonder, want ja, je gaat die dag het water op. Terwijl, ja, ik stond toen nog 5 punten voor op de Chinezen. Ja. En ja, ik had zo'n goede dag. En bij de laatste race kwam ik over de finish. En mijn coach zei, ja, je hebt hem. Je bent gewoon wereldkampioen. En, ja. En toen? En ja, echt geweldig. Stond je even op de plank te dansen? Ja, ik werd gewoon emotioneel ook eigenlijk. Ja, mijn coach was zo blij. En ja, ook met Rio, ik had op 1 punt een medaille gemist. Dus dan komt dat wel aan. Ja, inderdaad. Hartstikke ja, goed. En Dorian, jij kreeg 's ochtends gewoon door. Nou, je hebt het. Ja, het was iets anders bij mij. Het hing van een jurybesluit af. Kieran die had een paar punten gekregen voor een race. Jouw trainingsmaatje ook, hè? Ja, mijn trainingspartner. Die was in het water gevallen door een andere windsurfer. Had die vervangende punten voor gekregen. Die waren iets riant uitgevallen. Waar we allemaal geen klachten over hadden. Maar ja, we wisten van, ja, dat kan nog wel eens anders gaan worden. En die avond van tevoren werd dat besluit dus omgedraaid. En gezegd van, ja, je krijgt toch ietsjes meer punten. En de volgende ochtend was het dus officieel en duidelijk. En ja, was ik net als Lilian al wereldkampioen voordat de laatste race. Heb ik me laten vertellen dat het zit hem natuurlijk ook in het materiaal. En dan zitten jullie ook in de klasse. Voor iedereen geldt dan hetzelfde materiaal, hè? Qua plank en zeil. Dat is de RSX-klasse. Ja, inderdaad. Precies. Dan kan je heel hard trainen, je kan van alles doen. Maar het gaat hem uiteindelijk om de voeten. Ja, je ziet van die zwarte dingetjes op de plank staan. Dat maar misschien kan je er even naartoe lopen. Nou, Lil. En even... Kunnen de schoenen uit? Ja, die zijn al uit. Kijk, wat een voorbereiding. Windsurfers hebben altijd mooie voeten. Nou, laat zien. Lilian gaat op de plank staan. Het zit hem in de voeten. Ja. Dus we hebben alle twee hele prachtige voeten. Want normaal gesproken zit hier nog een zwaard in waar je ongelooflijk hard tegenaan kan stoten. Ja. Je voeten kun je tenen gaan overal waar ze niet moeten zijn. Ja. Nou, ik ben zeg maar de Griek. Zoals je op de foto ziet, moet je ergens aan vasthouden. En dan ga je hangen. Ja. En dan ga je dus in de voetbanden staan. En eerst, dan de achterste in. En je stuurt de plank door middel van je voeten. Ja. Dus daar gaat alle kracht zitten in die poten. Ja, in die prachtige voetjes van Lilian. Ja, zo kan je het ook zeggen. Nee, maar het zijn killer machines, toch? Ja, nee, je wil niet dat ze over je heen loopt. Nee, maar
Trainen jullie die ook apart? Je kan wel komen zitten, hoor, want dan zien we het... Trainen jullie die ook apart? Nou, het is omdat je staat heel statisch met je voeten zelf. Ja? Dus je hebt de hele tijd een constante druk op die rail. En wij merken zelf ook na een tijdje dat als je een tijdje niet vaart... Ja? Dat, ja, je begint kramp te krijgen. Net als dat je ergens aan vast moet houden. Proberen wij ons vast te houden aan dat board om zoveel mogelijk grip te krijgen. En drive, zodat je de kracht die van het zeil... door je lichaam, in die tenen. Ja. Ja, want daar, qua gevoel, zit alles in. Ja. Doe je ook speciale oefeningen? Dus een balletje pakken of iemand grijpen? Nee, dat niet. Nee. Nee? Maar we trainen wel ook heel veel ook onderlichaam, je benen. Want met harde wind moet je ook gewoon heel veel druk geven met je achterste benen. Dus je bent continu zeg maar, aan het duwen. En dat, daarvoor doen we ook best wel veel squats. Dat soort oefeningen in de gym. Nou vind ik het grappige van jou dat je tot je 18e of zo hebt gevoetbald. Ja. Het was het plan dat je profvoetballer werd. Ja, nee, ik heb inderdaad tot mijn 18e heb ik lange tijd gevoetbald. Ook bij het Nederlands team, tot onder 16 ongeveer. En vond ik ook echt superleuk om te doen. Maar op een gegeven moment moest ik wel kiezen. En het team viel ook een beetje uit elkaar toen. Maar die skills, die kwamen misschien, kijk eens even, die kwamen misschien wel goed van pas. Dit is FC Afkikken, een programma dat nu bij Fox wordt uitgezonden. En je ging de bal hoog houden. Ja, met een biertje, man. Met een biertje, Dat maakt het extra knap. Ik moest een handicap hebben en toen moest ik dat biertje in mijn hand inderdaad ook nog erbij hebben. Ja, en ik weet niet of de teller straks in beeld komt, met wat behulp van de plantenbakken. Maar ik geloof dat je op 99 keer de bal hoog houdt. Ja, klopt. Ja. Nee. Hé jongens, en wat is het doel? Wat is het stip aan de horizon? Waar gaan we naartoe? Tokio, toch? Ja, Tokio is uiteindelijk het grote doel. Ik heb nog geen goud gewonnen, dus dat is... Dat heb jij voor jezelf ten doel gesteld, in Tokio. Mijn grote droom, goud. Ja. Net als Dorian. En Dorian weet al een beetje hoe het werkt? Soms. Ja, maar het is ook qua zenden naar Tokio, daar moet worden gekozen. Dus je moet gewoon je concurrentie eerst verslaan. Ja, dat lijkt inderdaad. Er met een trainingsmaatje niet zo handig. Dat is lastig, want er mag er dus maar eentje naartoe. Maar ja, doordat Kieran en ik samen kunnen trainen en heel erg gedreven zijn... en echt, we moeten elkaar verslaan. En als je 1 en 2 van de wereld bent, dan ben je op een dusdanig niveau... dat je ook inderdaad kans maakt om een medaille te pakken. Ja, dat is heel uniek, maar super drijfveren voor ons beiden. Ja, ik wens jullie ontzettend veel succes. Dank je wel. Ja.